We zijn er weer. Zet de radio niet uit, want het is vandaag Nationale Sloopkogeldag. En dat vieren we met een speciale uitdaging voor de menselijke sloopkogel. Er staat achter het radiostation een enorme kraan, dus we gaan even buiten kijken. Zo. Hou op. Nee, hou op. Alles voor het entertainment. Oké, dan. Owen, jij kan de sloopkogel vanaf hier besturen voor je vader. Owen, niet te wild, hè? Owen, hoe heb je zo jong al deze enorme zware machine leren besturen? Dat heb ik niet. Juist, ja. Die zwaai naar voren was echt super eng, man. Wacht even, zijn dat echte bakstenen? Ze zijn toch niet echt, of wel? Kan ik er ook nog bij op de bab pakken? Ja, tuurlijk. Geintje. Ja. En los. Wow, die zwaai weer. Wow, dat was schuim. Dat was piepschuim. Oh, wauw. Dat was echt eng. Wat is dat? Dat is een muur van taarten. Grappig, Byron. Je ziet er een beetje gesloopt uit. Leuk. Wat is er aan de hand? Daar gaan we! Dit is voor mijn luisteraars! Ja! Een applausje voor Byron! En we zijn er weer! Oeps. De eigenaar van onze radiozender hangt best wel dreigend boven mij. En hij lijkt toch een beetje kwaad, dus we gaan even snel naar de reclame. Maar laat die radio aan, want jullie luisteren naar... Byron & Gator in de ochtend!